Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. En we spelen vandaag de halve finale van het vriendschappelijke toernooi aan het begin van het tweede seizoen. En we spelen tegen Bordeaux, Frans club. En we spelen op volle oorlogsterkte. Wat inhoudt dat Van Aak op 10 speelt bijvoorbeeld. Jurgensen gewoon in de spits. Op rechts onze nieuwe Villalba. Op links speelt Bailey, die is terug van blessure, helemaal fit. Dus hopelijk blijft hij dat nu ook een tijdje. Al is de vraag of hij nog lang in Feyenoord nu zal spelen, want er is een megabod. Ja, er is toch wel een redelijk bod op hem gedaan van Napoli. Napoli wilde hem kopen voor 24 miljoen. Ik heb een tegenbod gedaan van 30. Dus even kijken wat ze daarvan vinden. Dus als ik 30 miljoen voor hem kan krijgen, dan... dan verkoop ik hem wellicht, want ja, jongens, wees eens eerlijk. 30 miljoen is een hoop geld. En kans op blessures is bij hem vrij groot, vind ik. Dus ik had zoiets van, daar kunnen we toch wel weer een ander spelertje voor halen. Hier is er nu goed op Villalba. Villalba, kan niet zijn man voorbij. Helaas. Kom op jongens. Kastdorp goed doorjagen, jongen. Jammer. Goed bezig. Goeie bal richting Van Aken. Nee, niet helemaal. Komt die nog aan de... Ja, shit. Dat gaat net niet goed. Nou, Bailey, kom op. Is het nu op links? Je favoriete positie. Niet meer op rechts. Wat wel natuurlijk inhoudt dat Elia nu een plaatsje moet afschuiven. Vilena, je vergat iets wat vrij essentieel is in het spel. Namelijk de bal. Ja, Kaltzink. Ah, jammer. Over. Iets te lang ingedrukt. Ja, jongens. En zo hobbelen we weer richting het tweede seizoen. Met weer een aantal leuke dingen op programma, zoals Champions League. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Meestal zit er toch wel één grote club bij je in de poolfase. Barcelona, Real Madrid, zoiets. Dus dat is wel leuk. Ik ben benieuwd hoe we dat daar tegen gaan doen. Jurgensen is... Ja, Jurgensen, kom op man. Echt slome zak die je bent. Hoppatee. Nou, Villalba, goeie. Nee, geen goede voorzet. Iets te dicht op de keeper. Laat me lopen. En het zijn echt af en toe, jongen, dan raken ze die bal nog aan. Dan lopen ze hem gewoon vol over de zijlijn. Zeg bij jezelf, denk ik, waarom? Oh, die komt niet meer bij de bal. Verbeek goed dichtgelopen, jongen. Nou, Vilena, tempo erin. Bailey. Ah, shit. Het verwacht die vrije zijn. Ja, ah, cornertje. Bailey met de corner. Kom op. Van Aken. Hey, joh. Zo weggezet. Of het niks is. Congolo, die is voor jou, jongen. Villalba. Villalba, ga eens diep, man. Oeh, die komt net aan. Bailey, kom naar binnen. Goeie actie, jongen. Scorebaar. Ah, jammer. Kop. Kastdorp. Oeh, jammer. Wat doet hij daar ook? Dat is toch geen kopbal, jongens. Dan heb je drie grote verdedigers achterin. En dan stuur je Kastdorp mee naar voren. Ik ken er nog steeds niet bij. Pottekien, Van Beek, Congolo. Die kun je allemaal mee naar voren sturen. En wat doen we? We sturen Kastdorp mee naar voren. Gewoon omdat hij een staartje heeft ofzo. Ik weet het ook niet. Het ziet er wel hip uit natuurlijk.
Ja, nee wie? Elamadi dan maar. Oh, wat een vrijheid. Vrijheid voor Villalba. Doe wat nuttig, jongen. Ja, penalty toch zeker. Godsamme, man. Oh, wat ik trouwens helemaal niet verteld heb. We hebben spelers verkocht. We hebben spelers gekocht. Vujinovic is weg voor volgens mij 5 miljoen. En Tapia is weg ook voor 5 miljoen. Tapia is naar Groningen. Vujinovic is naar... Weet ik niet meer eigenlijk waar hij naartoe is. Goed, dat touwden jullie dan nog even van me te goed. Als je het wil weten. Maar, dus we hebben 10 miljoen erbij. Dat dan weer wel. Dus kunnen we weer wat verhalen, toch? Nou. Hopelijk tweede helft wat beter. Nee, niet CB joints the attack. Shit. Doe dat nou weer weg. Doe met 10 pressing, dat is beter. High pressure, gewoon hup. Druk zetten. Afschermen, goed bezig. Oh, netjes. Goeie paas, jongen. Oh, shit. Jurgensen liep zo vrij daar. Maar dan moet hij er wel komen. Nu dan. Ja. Hij hangt erin, hoor. Hup, Bailey scoort. Hij is er weer. Oh. Met een klein gelukje, maar dat maakt niet uit. Hij zit er gewoon in. 1-0. En dan ga je toch weer twijfelen om hem te verkopen. En ik van ja, hij is toch wel goed. Ondanks dat dit gewoon een beetje een kutgoaltje was. Maar hij scoort hem wel, zo is het ook. En hij is gewoon goed. Hij heeft een rating van 80. Hij is nog wel mijn beste speler, jongens. Villalba is ook minstens een rating van 80 waard, ook al heeft hij die niet. Kijk, goede paas, Jurgensen. Vuile prutser die je er bent. Echt, pof. Jongen, man. Ja, Bailey, laat eens wat zien, jongen. Shit, kutschot. Lekker botkien, jongen. Ja, jullie moeten terug, hè, jongens. Jullie weten het niet meer. Ja, toch wel. Jammer. Toulalan voetbalt hij nog, joh. Die is toch ook al 141 inmiddels. Goeie combi. Bailey komt naar binnen. Ah, shit. Die tackle. Kom net niet op tijd spelen. Lekker allemaal, die jongen. Oh, vandaag kan hij bij de bal. Goed gedaan, Vilena. Kop. Bailey aanspelen. Geef een goede voorzet nu, jongen. Geef een goede voorzet. Ja, jammer. Kom, we gaan even wisselen. Wie gaan we wisselen? We gaan Van Aken wisselen. Wie zetten we erin? Schuurmannetje erin. Den Bailey is een keer in de spits. Helena is moe. Zetten we Gozens erin. Dat is een jeugdspeler. Die wilden we een keer proberen. En Elia maar even op links. En Bailey naar rechts. 4 wissels. Gewoon omdat het vriendschappelijk is. Kan dat, hè? Lekker, jongens. Jurgensen, wat doe je nou? Trying to find a way through here, probing away. If you want an indication, please possession
Oh, Villalba. Crap. Had hem teruggelegd, jongen. Kom terug. Kom terug. Mijn bal. Nee, 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 nee. We willen ze nog wel even wisselen, hè, jongens. Villalba is nog maar even diep. Waarom ook niet? Van Aken. Oh, shit. Ik kan net niet bij de bal komen. Lekker Jurgensen. Goed. Shit, dit is dan weer jammer. Filena ook weer goed, hoor. Zit er weer lekker tussen. Ah, doe hem erin. Ja, 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 ja. Ha. Villalba scoort. Toch weer. Net voor zijn wissel. En dan doen we het toch maar even in. Wel lekker geschoten hoor. Hard. In de bovenhoek. Keeper kon er niet meer bij. Ja, ik kon er wel bij. Ik kon hem niet tegenhouden. Nou, 2-0. Op naar de finale, jongens. Dat kan nu niet meer missen, toch? Hop, jongen. Doe maar weg die bal. Goed zo. Elia, jij bent fris. De Belen ook, maar die ging weer niet diep. Hij ging... Oh, lekker jongen. Kom aan de bal. Goeie bal op Bailey. Bailey. Ah, shit. Het zit erop, jongens. 2-0 gewonnen en we gaan naar de finale. Dat is het belangrijkste. Weer wat geld erbij, dat is nog belangrijker. Sorry. Bailey man of the match met zijn goal en assist. Moet ik hem wegdoen? Ik heb geen idee. Ik ga er nog over nadenken. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.